Please welcome Rashid Belani. Rashid Belaini, de Marokkaan van 35 jaar, Man of Steel, is zijn bijna man van staal. Naast zijn trainer Mike Passanier en ook opnieuw, niet voor het eerst vanavond, Melvin Manhoef in die hoek. Kijk, nu is het Manhoef die hem gek maakt. Die hem helemaal voorbereidt. Grammetje vet. Ladies and gentlemen, this fight will be 3 rounds of 3 minutes according to Showtime rules. And the referee of this match will be Mr. Yo Ibida. And this fight is sponsored by SuperProSamui.com. Mocht weer wat kosten, we SuperProSamui hoor ik alweer. Ja, maar dat zijn meestal wel de leukste gevechten van zo'n avond. Ja, natuurlijk. Deze Cam, ja, we hebben onlangs natuurlijk nog een actie gezien in Milaan tegen... Ja, de ongrijpbare Giorgio Petrosian. Ja, daar wint niemand van. Nee, vooralsnog niet. Maar wie weet. Rashid Belaini, bekend om zijn enorme vechtershart, incasseringsvermogen. En Cam eigenlijk wel de nummer 1 in Thailand tot 70 kilo van de afgelopen periode. Een hele dappere strijd moet het geworden voor Belaini, want ja, Cam is natuurlijk wel echt een van de allergrootste in de sport op het moment. En Belaini durft dit gevecht aan. Belaini en Teller had een gezin met een boel kickboxers, zijn broers, ook allemaal actieve kickboxers in het verleden. En Rashid nog steeds actief. Allebei 70 kilo, allebei ongeveer even lang. Maar de Thai is 10 jaar jonger dan de Marokkaan. Focus is direct bij Cam Sitson Penong. Mooi wegstappend. Ja, echt zo mooi is dat. Ja. En uiteindelijk, kijk eens, dit is al de vierde of de vijfde lage kick op het linkerbeen van Rashid Belaini. Hij komt heel agressief uit de startblokken, Rashid Belaini. En de taak, 6. Ja, die countert. Veel meer die rechtse low kick. En laat Rashid Belaini missen door weg te stappen. Als je maar veel van die Thaise boxers kijkt, die lijken wel van elastiek, hè? Ja, klopt. Staan zo strak. We zijn zo soepel. En ook de manier van trappen. Dit was een mooie kans die Belaini voor zichzelf in gedachten had.
Maar ook die wordt ontwijken door de Thai. Ontwik. Je ziet een duidelijke omschakeling in stijl van Kemp. Is meer dan Europese stijl. Maakt veel low kicks. Thai daarentegen trappen toch meer naar de armen. Zoals dit soort trappen. Dat is meer uit het originele Muay Thai. En het Shotum of K1 is meer met low kicks en meer boksen. Hij is absoluut niet bang. En waarom zou hij ook met zoveel ervaring? Rashid Belhari. Oh, ja. Die kreeg hij wel. Ja. Dat was een linker. Die kwam goed door. Ja, die directe zat goed op. Goede stopstoot. Maar toch weer het aanvallen. Kijk. Zo. Ja, is toch knap hoor. Heel agressief. Dat je durft. Ja. Heel agressieve vechtstijl van Belhari. En heel attractief om te zien. Zeker, want aanvallen betekent in deze sport ook gaten laten vallen. Voor counters. Absoluut. De meeste counters heeft hij natuurlijk al op zijn linkerbeen gekregen. Behoorlijk, ja. Maar maakt er wel een wedstrijd weer van, ja. Rashid Belhari. Dat moet Kemp toch ook voelen, dat hij hier toch wel alles wat hij heeft zal moeten inzetten. Ja, het is natuurlijk kort voor Kemp. Die is 5x3 gewend en nu 3x3. Dus zou best de versnelling hoger mogen vechten. Het initiatief ligt voor ons ook bij Belhari. Dat is de aanvallende partij. Wat ik altijd zo mooi vind, is die onverstoorbare blik van de Thai. Ook met dit soort slagenwisselingen. Hij blijft gewoon eens aan te kijken of hij dan klappen krijgt of niet. Nu even komt hij met Van Kondo. Want Belhari heeft ontzettend goed incasseren. En daarom durft hij deze strijd te slagen. End of the first round. Het linkerbeen is toch de plek waar Ken naar op zoek is bij Bella. Maar dan wat vechter zwart, de man van staal. Die gewoon vrij uit aan de ringbox is. En dan is het weer goed. Coach is out the ring, please. De hoeken nemen allebei heel erg veel tijd. Vindt Joop Ubeda niet leuk. De scheidsrechter. Die minstens zo bekend is als de meeste van de kickboxers zelf. Vooral in Nijmegen. Ja, en omgeving. Round 2. Ja, goede linkerknie met de oude plek. Belhari is zichzelf. Ja, ja, dat is het werk van Melvin Manhoef in de hoek. Die hem toen ontzettend scherp zet. En hem enorm opfokt vlak voor die ronde. En het gewenste effect in dit geval. Oh, wat een makkelijke trap weer. Ongelooflijk. Ja. Alsof je een veer loslaat. Ja. Gaat hij in zijn stoten stappen, de tijden neemt hij risico's. Want Belhari kan ontzettend veel hebben op het hoofd. En van Kemp weet ik dat eigenlijk niet. Mooi, die clashes tussen deze twee. Is loeren en dan is het toch beuken, even zeggen, een paar seconden lang. Potverdikke me, wat zijn dat harde trappen. Geeft geen krimp, Belhari. Ook niet met zijn linkerbeen. Dat nu toch al zo vaak geraakt is. End of the match.